Laten we de meditatie beginnen. En je kiest jezelf een gemakkelijke zitpositie. Van belang terug is dat je met je rug rechtop zit. Op een ontspannen manier. Je beide handen losjes op je schoot, met de handpalmen omhoog gericht, je rechterhand op je linker. En eventueel leunt het topje van je rechterwijsvinger zachtjes aan tegen het topje van je linkerduim. Rechterhand op je linkerhand. Je plaatst beide handen losjes op je schoot. Als je op een meditatiekussen zit, dan plaats je je rechtervoet op je linkerbeen, half lotuspositie. Of om het even welke variatie die voor jou gemakkelijk aanvoelt. Als je op een stoel mediteert, dan plaats je gewoon je beide voeten plat op de grond. Zodat je stabiel zit en stevig. Zodat je werkelijk alles los kunt laten. Maar op hetzelfde moment niet te gemakkelijk in slaap valt. En ook je ogen zijn slechts heel licht en zacht gesloten. Het is net alsof je naar de horizon kijkt, terwijl je oogleden zachtjes dicht zijn en je wimpers elkaar slechts heel zacht raken. Neem je tijd om dat evenwicht te vinden. Je ogen zijn heel zacht gesloten. En alle spanning en stress verdwijnt uit je gezicht. Alle spanning rondom je ogen en wenkbrauwen, je wangen, je lippen, en je kaken. Alles wordt heel los en ontspannen. En je ademt een aantal keer, gewoon traag, diep in en uit. En telkens je inademt, dan vul je je ganse lichaam met een gevoel van ontspanning en vrede. Alsof iedere cel en molecule zich vult met dat gevoel en alles helder wordt van binnen. En terwijl je langzaam en bewust uitademt, is het ook een goed moment om alles los te laten. Het verleden, de toekomst, zijn slechts gedachten in de geest.
in het hier en nu, bestaat het niet. Dus om het even wat je hiervoor hebt gedaan, dat neem je zeker niet mee in dit moment. Je laat het los, je doet er niets mee. Zelfs de toekomst is toch onzeker. Dus op dit moment is het helemaal niet van belang. En je gunt jezelf die tijd voor jezelf, waarbij je gewoon ontspant, eventjes terugkomt tot jezelf. En je volgt die adem in, net alsof je een heldere stroom inademt, puur en zacht, energie. En je voelt hoe je adem langsheen je neus, doorheen je longen stroomt en zachtjes zijn keerpunt vindt in je eigen centrum, een beetje boven het vlak door je navel. En je voelt dat het zich hier keert, zachtjes en ontspannen. Je wordt je eventjes bewust van dit gevoel. Je ademt uit en ontspant nog meer. Werkelijk, niets buiten jezelf is nog van belang. Alsof het de eerste dag is van je leven en ook de laatste. Je weet niet wat het verleden je bracht. Je weet niet wat de toekomst is. Je wordt je enkel bewust van het moment. Je wordt je bewust van je adem. En vooral waar het zich keert, in je centrum. En door middel van een zacht bewustzijn, een teder gevoel, word je steeds meer en meer bewust van die plaats in jezelf. En je merkt op dat die plaats ook helder is, en dat het heel veilig is en ontspannen, een soort van innerlijke oase van rust. Je ademt uit en ontspant. Werkelijk, er is helemaal niets dat je hoeft te doen. Je ontspant gewoon, volledig. Je laat alles los. Alle ideeën. Alle gedachten, met even wat, laat je los. En steeds meer, kom je zachtjes terug, ergens in die plaats, waar jij voelt, dit is het centrum. Dus je hoeft helemaal niet nauwkeurig te zijn. En zelfs je lichaam laat nu alle spanning volledig los.
Als je werkelijk los durft te laten, dan voel je dat jezelf erg licht wordt. Alsof alle massa verdwijnt en verandert in pure energie. En je bent je bewust dat je helemaal alleen bent met dit heldere lichaam. Je zit helemaal alleen in het centrum van een wijd open en heldere omgeving. Waar er niets meer bestaat rondom je, zowel links als rechts, voor als achter je, boven je en zelfs onder je, alsof de grond van onder je voeten verdwenen is en je als het ware het centrum bent van de wijde cirkel. De wijde sfeer die de atmosfeer om je heen vormt. En er is enkel nog maar jezelf. En zachtjes word je opnieuw bewust van die innerlijke plaats. En je merkt zelfs op dat ze in die plaats helderheid bevindt, net als een bron van vrede, waar het goed is om gewoon te zijn. Je voelt dat. In je centrum zich helderheid bevindt, sferisch van vorm, net zoals een zon of een volle maan of een zeepbel. Zelfs als je niets ziet, dan weet je het toch dat het hier iets is. En dat is voldoende. Gewoon het bewustzijn dat die heldere, pure sfeer hier iets is. En dat het zachtjes zweeft in jezelf, in het midden. In je eigen centrum, het centrum van het universum. En je observeert. Je observeert heel gelijkmoedig en neutraal. Alsof je het allemaal al hebt gezien. Alsof niets meer nieuw is. En je gewoon vredig en ontspannen in je centrum bent. De mate van aandacht. De mate van aandacht is zo subtiel dat het bijna niet bestaat.
Vergelijk het met de lichtheid en zachtheid van een veertje dat zachtjes vanuit de lucht, neerdwarrelt en het wateroppervlak raakt zonder dit te breken. Dit gevoel, die mate van zachtheid, is dezelfde mate van zachtheid in je centrum. Je voelt hoe het heldere licht zich doorheen je ganse lichaam verspreidt. Vanuit je centrum. En het enige wat je doet is heel zachtjes je aandacht, je bewustzijn, je gevoel in het centrum van dit licht te plaatsen. En laat los. Werkelijk, laat alles los. Zelfs indien je voelt dat je aandacht verzwakt en je meegaat met gedachten, vergeef jezelf, want het is heel normaal. Als je dit opmerkt, breng je gewoon je bewustzijn terug naar binnen. Steeds terug naar die innerlijke helderheid, die innerlijke vrede, die hier reeds aanwezig is. Zonder je zorgen te maken over enig resultaat. Het is net zoals kinderen die het alfabet leren. Ze vragen zich niet af hoe ze die letters en cijfers later zullen gebruiken. Op dezelfde manier blijf je gewoon bij de methode in het hier en nu. Je ontspant vanuit je centrum. Je doet helemaal niets. Je analyseert niets. Je denkt gewoon niets. Alsof je zelfs helemaal niet kunt denken. Denken wordt nooit gebruikt in meditatie. Je kan ook de mantra vanuit je centrum voelen. Je voelt de woorden van de mantra als een zachte echo, heel verfijnd vanuit je centrum. Telkens weer opnieuw, tot uiteindelijk de mantra verdwijnt.
en je volledig stil wordt, als vanzelf. En je voelt de woorden van de mantra. Samma Arahang. Samma Arahang. Samma Arahang. Samma Arahang. Op je eigen tempo, heel verfijnd, als een echo, vanuit je centrum, vanuit dat innerlijke licht, alsof ze één en hetzelfde zijn. Het licht en de mantra. Samma Arahang. Samma Arahang. Samma Arahang. Uiteindelijk wordt alles stil van binnen. Dus terug, er is eigenlijk geen methode. Je laat gewoon alles los. En je doet helemaal niets. Je laat los van al hetgene dat ervoor zorgt dat je niet stil wordt. En op hetzelfde moment breng je bewust je aandacht zachtjes naar binnen. Telkens weer opnieuw. Je zult ook merken dat het de goede richting op gaat. Als je jezelf heel ontspannen voelt en vredig en op je gemak, het is ook heel gemakkelijk. Er is helemaal niets moeilijk. Er is helemaal niets dat jij zelf moet doen. Je verbindt jezelf alleen maar met wat reeds in jezelf aanwezig is, maar die verborgen blijft als je niet stil wordt. Dus wees gewoon tevreden. Geen inspanning. Als je voelt dat er werkelijk heel veel gedachten zijn, weet dan dat die komen en gaan. Maar dat ze niet werkelijk zijn en steeds opnieuw verdwijnen. Dus als je helemaal niets doet, als je ze geen aandacht heeft, dan verdwijnen ze als vanzelf.
en je bekijkt je centrum, alsof je de wolken bekijkt die voorbij drijven. Je denkt helemaal niets. Je observeert alleen maar. Met even wat breng het allemaal terug binnen jezelf en je centrum. En uiteindelijk wordt alles stil. Dus wees ontspannen. Voel je vredig.